YouTubers zijn kut. Wat zal hieronder staan? Dit zijn de domme clichés die je echt in elke Nederlandse vlog tegenkomt. Oké. Wedden dat je deze verschrikkelijke clichézinnen al duizenden keren hebt gehoord als je wel eens naar vlogs kijkt. Hey lievers, wat fijn dat jullie weer kijken. Fair enough, het is vandaag even denken dinsdag, ja? Ja, dit gaat over vlogs inderdaad. Ugh, hij stelt niet scherp. Ja, gebeurt ook. Ik neem jullie gewoon weer mee op pad vandaag. Ja, dat is er ook eentje. Duimpje omhoog als je dit leuk vond. Ja, sure. Vergeet niet te subscriben. Ja, dat zijn meer gewoon reminders aan jullie van... Doe gewoon even niet kut en druk op knoppen. Ik zet het linkje in de beschrijving. Sorry dat mijn vlog weer zo kort is, maar ik was vanochtend echt helemaal vergeten te vloggen. Ja, maar als je dat doet, ben je ook wel echt heel kut. Maar ja, het gebeurt wel, weet je. Wat vinden jullie van huidskleurige panties? Laat me weten hier in de comments hieronder. Ja, oké, huidskleurige panties. Dit is wel een beetje... heel specifieke vlog. Niet elke vlog gaat over panties. Dit neigt wat meer naar de vrouwelijke kant. Sorry, ik ga echt vaker proberen vaker te vloggen. Ja, dat proberen. Die valse beloftes moeten mensen inderdaad niet doen. Komt inderdaad vaak voor. Er zitten hele leuke dingen aan te komen, maar ik kan helaas nog echt niet vertellen wat. Ja, is een beetje ophypen. Dat is op zich niks verkeerd. Sorry allemaal, ik was vergeten de vlog af te sluiten, maar ik heb niks bijzonders gedaan. Dus zie jullie bij de volgende vlog. Dat gebeurt ook. Dan aan die kant is het ook gewoon een beetje lui. Ik heb letterlijk, ik heb het ook gedaan, maar mijn batterij was op. Dus ja, weet je. Maar dan had ik inderdaad nog de andere batterij toen ik thuis kwam erin kunnen doen. Dan afsluiten, et cetera. Ja, ik ben ook geen vlogger, weet je. Het gebeurt. Ik kan er niet onderuit. Het gebeurt. Dit artikel is wat dat betreft spot on. Kijk, dit is belangrijk om te weten voordat we verder gaan. De Gladiol is een online tijdschrift dat op satirische wijze zowel bloedserieuze als enorm oppervlakkige zaken aan de kaak stelt. Oké. Dit was best wel een beetje een opmerking dat je zat van, nou ja... Ja, je snapt het. Lekker infantiel naar de kijkers zwaaien, ja, dat, weet je. Dus we moeten dit met een korreltje zout nemen. Ik ben ook wel benieuwd naar Gay Meneer is kut. Hey maatjes, hoe is het? Ja man, lekker. Hoe voorkom ik dat mijn zoons dezelfde taal uitslaan als hun YouTube-helden? Een artikel uit 2016. Vloggers zeggen zelf zeggen dat hun filmpjes populair zijn vanwege de rauwe emotie. Don Game Meneer vertelt aan Trouw dat het hem oplucht om soms te vloeken. Het geheim van goede YouTuber, zegt hij. De eerlijke filmpjes en onrechte emoties. Ja, maar schelden is ook eigenlijk... Het voegt wel comedische waarde toe. Kijk, je kan zeggen, wauw, dat was naar. Of je kan zeggen, godverdomme, ik heb mijn teen gestoten. Kijk, ja, dat is een manier van brengen. Dat is gewoon leuk. Is gewoon leuk. Dat moet je niet al te serieus nemen. Maar de vraag luidt dus eigenlijk, is van, ja, hoe voorkom ik dat mijn zoons die taal uitslaan door gewoon je grenzen te stellen als ouder zijnde. In plaats van een artikel van te plaatsen. Ja. What the fuck weet ik nou? Ik heb geen kinderen. 10 woordgrappen. Met bekende YouTubers, de NL-editie. Pananushin. Ja, daar hou ik wel van. Oké, eens even kijken. IJsje Jamila. Teske de Schepper. Ja. Fartje, in plaats van Furtje. Ja, oké. Mondharmonica Geuze. Ja. Eenhoornie Joost. Ja. Bibi Prima. Waarom is dit zo kut? Enzo Knol, ja, die is al vaak gemaakt, ja. JJ Broske. Dille Hagens. What the fuck is Dille? Een plant uit de schermbloemfamilie. Uit dezelfde... Ja, heel kut dit. Een kruid met een hele verfijnde smaak. Lekker man. Ja, geinig artikel. Leuke woordspelletjes. Hou ik wel van. YouTubers hebben spijt van... Tussen haakjes, kanker-homo-vlog. Wat de hel is hier gebeurd? Dit is compleet langs me gegaan. Presentatoren gingen de straat op en vroegen... allochtone jongens wat ze zouden doen als hun zoon uit de kast zou komen.
Ik zou gewoon zijn piemel eraf snijden, zodat hij geen homo meer kan zijn, zegt een van de jongens op straat. Nou, lekker kortzichtig en acceptabel. Vaker doen. En nu weet ik natuurlijk niet de context ervan, maar gezien het artikel... Ja, wat vloggen met je doet? Nou, vertel eens. Voorheen keken we naar reality shows op tv, maar al een tijdje kunnen we nu meegenieten van iedereen die wel weet een fenomeen vlog. Je ziet steeds vaker met iemand een camera op zijn neus al lopend over straat, maar wat doet vloggen met je? Tering, wat veel tekst. Ja, daar heb ik geen zin in. Nou, wat vloggen met je doet? Je wordt er helemaal kut van. Klaar. Ja. Vlogger. Voorbeeldfunctie. Vloggers en YouTubers geld verdienen met slappe ouwe hoeren. Yes, I see. Dit is deel 5 uit onze blogreeks over vloggers. Zo. Wat is nummer 1 dan? Ik ben mijn nummer 1. De komende week gaan we bloggen over vloggers en YouTubers. Wie zijn we? Waarom vinden jonge tieners en kinderen het zo aantrekkelijk? Wat zijn de uitdagingen voor opvoeders? Commerciële bla 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 bla. Niet alle YouTubers zijn ook vloggers. Kijk. Goed begin. Hou ik van. 2016 is dit. Maar wat was dit artikel hier? Dat is ook 2016. Oké, goed. Het is een stijl van gameloggers. Gameloggers. Wauw. Oké, nu ben ik wel benieuwd wat jij te zeggen hebt. 4 tips voor hoe te praten als een echte vlogger. Tip nummer 4 is om ervoor te zorgen dat ieder woord dat je uitspreekt energie heeft. Ieder woord moet bijna klemtoon hebben. Ik hoef er geen eens wat op te zeggen, ouwe. Ik ben misschien wel een van de fucking mufste guys op het platform. Tip nummer 3 is dat er misschien wel af en toe ook... dat je af en toe wat rustiger wordt. Heel even wat rustiger wordt voordat je weer nieuwe energie brengt aan de mensen. Tip nummer 2. Die tip 3 sloeg helemaal nergens op. Die snapte ik niet. Tip nummer 2 is, er moet geëdit worden. Je moet zorgen dat er duidelijk waarneembare knipjes zitten in je video. Dat het net even tussen twee woorden er iets anders uitziet. En dat er heel duidelijk net al die overbodige halve seconden uitgehaald zijn. En tip nummer 1. Ja. Ja, dat is wel zo. Ja, dat gebeurt inderdaad. Zonder tempo erin te houden. Klopt. Het moet enorm veel energie hebben. Waar lijkt het meeste op de taal van vloggers? Lijkt eigenlijk het meest op de taal van marktkooplieden. Of eigenlijk van die standwerkers. Een persoon die op een beursstand spullen probeert te verkopen. Dat is eigenlijk wat het is. Een YouTuber is een standwerker. Waar een standwerker voortdurend bezig is, iedere seconde bezig is om zijn publiek erbij te halen om hem iets te verkopen, moet je als YouTube-vlogger meeschreeuwen op die enorme markt die YouTube is en ervoor zorgen dat de bezoekers niet wegknippen, dat ze blijven, dat ze bij jou blijven staan. De taal van de standwerkers herleeft op YouTube. Ja, maar op zich, dat is toch ook gewoon niet verkeerd. Je wilt toch wel gewoon, oké, man. Hey, leuk dat je mijn video kijkt, maar klik maar gewoon halverwege weg. Rot maar op dan, weet je. Tuurlijk wil je ze gewoon helemaal tot het einde begrijpen. De kijkers tot het einde meenemen. Maar uiteindelijk zijn ze vrij om te doen en laten wat ze willen natuurlijk. Maar hij heeft zeker punten. Zeker. Wat schuift het nou? Nou, artikel. Leg mij eens uit hoeveel centen YouTubers verdienen. Even kijken, dit was een artikel uit 2016. Hè? Inmiddels zijn er andere YouTubers die net als Enzo bij veel tieners bekend zijn. Er wordt geschat dat ze met enorme aantallen kijkers meer dan 20.000 euro per maand verdienen. Je hebt Kwebbelkop met 4,3 miljoen abonnees die vooral gamefilmpjes maakt. En Jelly met 3,8 miljoen abonnees die gamefilmpjes en vlogs maakt. Beide heren maken filmpjes in het Engels, waardoor ze een groot publiek kunnen bereiken. Schattingen over hun inkomsten zijn soms nog hoger. Rond 65.000 euro per maand. Zou ook maar zo kunnen. Ja, waar het op gebaseerd is. Maar ja, weet je, dat geen enkel artikel heeft het nog goed gehad. Help, mijn kind wil vlogger worden. Doe het niet. Daar komt het gewoon op neer. Huppakee. Nou, hebben we dat artikel ook gehad. Alhoewel, wat ieder ouder moet weten over vloggen. Privacy. Hup, je gooit het heel veel weg. Kun je dat aan? Dat zijn goede vragen. Discipline. Elke dag weer. Ben je zo gedisciplineerd? Dit zijn goeie hoor. Dit zijn hele goeie. Even kijken. Wil jij zo'n intensief online leven?
Ook een goede omgaan met negatieve reacties. Kun je daarmee omgaan? Diefstal? Ah ja, dat snap ik ook wel. Ja. Succes met bewust vloggen. Dit is wel een goeie. Ja. Ook al ben ik er even doorheen gescand. Ik heb het niet echt in detail genomen. Maar daar komen we wel achter. Vloggen en de werkelijkheid. Hoe persoonlijker iemand vlogt, hoe meer de jonge volgers die nog niet zo mediawijs zijn, het gevoel krijgen dat ze die persoon ook echt kennen. Daardoor zullen ze het juist lastiger vinden om rekening te houden met hun privacy. Dat is een fucking goed punt. Oké, al ben je een joch. Luister. Kijk even naar jezelf. Hoe oud ben je? Ben je een joch? Oké, hoe zeg ik dat het beste? Oké, als joch zijnde, of in ieder geval onder de leeftijd van 18 is dat zo'n beetje. Is er zo'n deel in je brein wat onderontwikkeld is. Dat is een beetje, ik weet niet hoe exact het deel heet van je brein. Maar het is het deel van de brein wat rekening houdt met de gevolgen van bepaalde acties. Consequenties. En dat is een beetje een klote gebied wanneer het aankomt om inderdaad een jongere doelgroep aan te spreken. Is dat die geen rekening kunnen houden met, zeg maar, de gevolgen van hun acties. Dus stel dat zij aanbellen. Echt, YouTubers willen niet dat je aanbelt. Dat weten we inmiddels. Maar stel dat jij als joch zijnde dan alsnog aanbelt. Dan bedenk je er niet bij van, oh, misschien vindt hij dat eigenlijk best wel kut. Want je gaat er eigenlijk alleen maar heen met de intentie voor een foto, handtekening of gewoon iets fysieks van die persoon te hebben. Nou, in ieder geval bij deze. Ik zal dat je vertellen. Niet doen. Gewoon niet aanbellen, niet bij YouTubers thuiskomen. Ook al heb je het gevoel dat je volgers jouw recht op privacy niet respecteren. Hoeveel recht heb je eigenlijk nog als je gaat vloggen? En hoe voorkom je dat het onaangenaam wordt? Ja, vloggen is inderdaad ook een beetje een lastig gebied hierin. Omdat vloggen, je filmt je leven. Weet je, kijk, ik film mijn leven niet. Ik zit nu gewoon dit even te bespreken en dan rot ik uiteindelijk weer op. Maar vloggen is inderdaad, je gaat naar de supermarkt en je gaat je shit halen. Kijk, nou, ik heb dit gehaald. Ja, uiteindelijk lekker boeien. Maar inderdaad, dan laat je al zoveel zien. Dus waar zit die grens nou uiteindelijk? En dat is een heel grijs gebied wanneer het aankomt. Maar eigenlijk denk ik zelf dat de grens gewoon zit. Zodra de camera uit is, is hij geen camera-persoonlijkheid meer. Of zij een camera-persoonlijkheid. Een hele leuke, een beetje slap ouwe hoer van een cameraatje. Ja, I like this. In de oude media wordt zo nu en dan een poging gedaan om uit te rekenen wat een succesvolle YouTuber verdient. Pik. Een tijdje terug gaf ik een workshop waarin ik uitlegde wat jongeren graag op het internet doen en wie ze graag volgen. Daarbij moest ik uiteraard het hebben over een favoriete bezigheden van jongeren tegenwoordig. Vlogs bekijken, een van de deelnemers trok een verontwaardigd gezicht. Ik snap dat hele vloggen niet. Wat is er nou zo speciaal aan? En wat doen die gasten nou helemaal? Een beetje slap ouwe hoeren voor een cameraatje. Gekke stunts uithalen en er zelf het hardst om lachen. Dat je tegenwoordig daar je geld mee kunt verdienen. Media heeft hele gekke manieren om geld mee te verdienen. Of tenminste, eigenlijk, het is gewoon advertenties. Het is gewoon advertenties. Advertenties willen gewoon zo vaak mogelijk worden bekeken. En het, nou, als je leuk doet voor een camera, wordt dat veel bekeken. Dus dan kunnen bedrijven ook zien van, hey, jij wordt veel bekeken hier. Nou, ik snap dat hele vloggen niet. Kijk. Je had ook gewoon met je domme hersens, had je gewoon even wat meer in kunnen verdiepen. In plaats van er zo verontwaardigd over doen. Kijk, zo kunnen we. Er zijn twee manieren om naar de wereld te kijken, ja? Je hebt inderdaad deze manier van, ik snap dat hele vloggen niet, bla 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 bla. Maar oké. Stel, we nemen het beroep tegelzetter. Ja, ik snap het beroep tegelzetter echt niet. Het is gewoon een beetje van die plakkaatjes op een muur rachen en ja, dat is het toch. Ja, dat mensen daar geld mee kunnen verdienen. Ja, weet je. Ja, ik snap dus hele voetballen niet. Een beetje tegen zo'n ronde leren bal aantrappen. Ja, dat mensen daar ook geld mee kunnen verdienen. Maar je kan ook zitten van, ja, iemand heeft gewoon die vaardigheid geleerd en zichzelf erin gemeesterd. Is dat een woord? En die doet dat hartstikke goed en dan wordt hij voor beloond. En uiteindelijk, wanneer het op vloggen aankomt, ja, ik bedoel, als je het heel goed doet, kijken er veel mensen naar je. Dus dan doe je overduidelijk iets goeds. En dat is aantrekkelijk voor mensen als je gewoon grote getallen haalt. Maar deze artikels maken zeker wel goede punten. Ja.
Ik vind het wel leuk om af en toe er wel eens even over te lezen. Van ja, hoe kijkt de buitenwereld nou naar daadwerkelijk mijn wereldje? Want ik kijk niet zo vaak naar buiten. Wat er in de tv-wereld gebeurt of gewoon alles erbuiten, dat boeit me niet zozeer. Dus ik zit wat dat betreft een beetje in een YouTube-bubbeltje. Want, of een media-bubbeltje, hoe je het wil noemen. Omdat dit mij gewoon van dag tot dag bezighoudt. Dus kijk niet zozeer naar buiten. Dus dan is het wel geinig om eens een keer naar buiten te kijken. Van, hey, maatjes, wat is hier gaande? In ieder geval onderzoek. Grote invloed vloggers op koopgedrag kinderen. De helft van de basisschoolleerlingen in groep 5 tot en met 8 geeft toe dat hun koopgedrag wordt beïnvloed door vloggers. Ja, vroeger hadden we reclames. Nu is het gewoon op een ander platform. Sorry, ik zie hier een zin. De kinderen hebben volgens Van Rijmersdal het idee dat... Jezus, ik ga ervan huilen, joh. Wat een hilarische opmerking. Van Rijmersdal dat vloggers dichtbij staan. Veel vloggers zijn dezelfde leeftijd als hun kijkers. Godverdomme. Hierdoor denken de kijkers, deze persoon lijkt zoveel op mij, wat hij of zij heeft, wil ik ook. Ja, oh, ik kan wel janken. Hilarisch. Ja, maar kijk, dat is het punt aan deze verlepte tyfuswereld. Kijk, deze persoon lijkt zoveel op mij, wat hij heeft, wil ik ook. Kijk, die jaloezie, die materialistische jaloezie. Fuck materialisme. Materialisme, dat zocht ik. Echt, ik heb er de grootste hekel aan. Dat is mijn mening, hè, let op. Dat is mening waarschuw. Mijn mening, ik vind het super kut als bijvoorbeeld muzikanten constant met hun geld zitten te flexen. Alsof, hou je bek toch eens een keer. Dus heel leuk dat je veel geld hebt. Maar naast geld heb je ook nog gewoon nog inhoud. Oké, in mijn geval probeer ik gewoon ook jullie knapen, jullie kijkers, jullie makkers, jullie wat aan te leren zo nu en dan. Een beetje een gedachtegang aan te leren of een ander perspectief te tonen op de wereld. In plaats van te zeggen, la 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 la, ik heb veel geld, kijk naar mij, fuck jou. Maar ja, oppervlakkige mensen moeten er ook zijn, want anders zou Temptation Island ook gewoon niet worden bekeken. Dus, goed, hebben we dat ook gelijk behandeld. Waar de fuck ben ik mee bezig? Dit was wel een goeie. Dit was wel een hele goeie. Ik ga dit noemen Hersenspinsels met Don. We noemen dit de eerste uit de serie Hersenspinsel met Don. Vloggers zijn kut. Of YouTubers zijn kut. Hoe de titel ook mogen heten. En dat is eigenlijk gewoon even een Google sessie. Dat we gewoon hier en daar even wat gaan lezen. En dan vertellen we er wat over. En dan rotten we weer op. Nou mooi. Dan boor ik nu ook bij de kutte vloggers. Door gewoon een beetje stom tegen een camera aan te lullen. Geef mij duizenden euro's. Dankjewel voor het kijken. Wil jij toevallig nog twee andere video's zien? Druk op de knoppen naast me. Doei! Ja, ik doe even het cliché na van het eerdere artikel. Doei! Doei! Kijk, rot maar weer op.